waarbij het overige leven, daar toch besefte ik pas je stille pracht, je grote macht, hoe wondermooi je was. Aan oevers van is de harde klop van Amsterdam. Het zilveren water wint, het ei, dat is mijn vriend. Daar droom ik van leed en van plezier. Had je me vergeten vanmorgen? Ja, vergeet het, Tante Piet. Maar nooit, Piet. Oh, ik dacht soms. Hoi. Daar. Vrouwtje, je zoontje is wakker. Breng maar eerst een ontbijt. Moeder, mijn ontbijt. Ik kom al, jongen. Heb je gezorgd dat de eitjes niet te hard zijn voor meneer? Dan kom jij toch niet aan tekort? Het is mijn jongen. Ja, dat weet ik. Ja, ik ben maar de stiefvader. Jij verwendt Doortje, dat mooie pleegkind van ons. Ja, altijd heb je wat op Doortje te vitten. Goedemorgen, Doortje. Goedemorgen, oom Gerrit. Wat zeg jij een droevige snuit? Ach. Alleen, dat is al een paar dagen heel anders tegen me. Zet toch die jongen uit je hoofd. Niks voor jou. Dat is een luiwammes. Waarom eet je niet, mijn jongen? Ik heb geen trek. Geen trek? Maar waarom dan niet, jongen? Wat heb je dan? Toch die blonde greet. Die greet zit met mijn kop. Oh. Is het anders niet? Nou, kom. Eet dan maar. Hm? Met die blonde greet maak ik het wel in orde. Morgen, Jans. Morgen. Morgen, Greet. Wel later, Greet. Nee, vroeg ben je. Pas maar op dat we geen herrie met de baas krijgen. Nou ja, moet je mij voordoen. Om 7 uur opstaan als je om 6 uur naar bed gaat. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen, Leendert. Morgen. 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 Wat scheelt er een Doortje? Ach, dat hadden we maar nooit in huis genomen. De Jantjes komen morgen thuis. Jans? Ja? Jouw Manus ook. Mijn zorg. Meneer Manus komt van zijn vakantie terug. Oh, maar je vindt het toch niet naar? Ach, wel. Die had een mannen verzetje, als dat doet om ze vijf. Nou, ik vraag je mens, wat let je, zeg maar wat je verblijft. Ach, ik wil bij je dorp op gaan dansen, de kriebelt, ik kom in vervloed. Als het orgel gaat spelen, kan niets haar meer schelen, van kop tot teen staat ze in vloed. Draai je anders, dan ga je gauw naar de haaien, eer je het weet. Draai je, laat je maar laaien.
om eens te zwaaien, weg is je leed. Want de wereld is rond en dat stemt het te breed. En hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, zwingen en zwaaien. En je vergeet je zorg en je leed. Het kost maar 5 cent, als je niet meer. Dank je wel. 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 Fijn hoor. Dank je wel. Weet je het al? Morgen zwaaien de Jantjes af. Nou, er is jouw jongen toch ook bij? Geweg. Nou, reuze fijne jongen. Ja. Ga geen schelen. Oh nee. Helemaal. Jans, wees voorzichtig met die royale heren. Daar weet ik van mee te praten. Kijk eens even, zij weet er van mee te praten. Nou, dus jongens, morgen reuze ontvangst bij tante Piet. Hè? We gaan, mop. Ik ben er hoor, als er wat dat is, hè. Noem je dat schoon? Oh, heb je weer wat? Je hebt altijd wat op de vitten. Voor jou bestaat alleen maar je lieve zoontje. Ja, en jij trekt altijd partij voor haar. Ja, dat het een arme wees is. Wie zal er anders voor erop komen? Goedemorgen. Morgen. Dag, tante Piet. Ja. Jongens, hebben jullie het al gehoord? Ja. De Jantjes zwaaien morgen af. Ja. Dries ook? Ja, natuurlijk. Dries ook. Tante Piet, ga mij een voorhoofdje. Dat is lang niet kwaad voor jou, dat Dries weer thuis komt. Nou moet Leendert Greet met rust laten. Greet, we hebben voor je meegebracht. Dankjewel. Dat is aardig van je. Ga je met paard vanavond? Je weet toch dat ik dat niet doe? Trouwens, Dries komt morgen thuis. Nou ja, je bent toch niet met hem getrouwd? Nee, nog niet. Maar het zal niet lang meer duren. Zo. Nou, dat zullen we dan nog eens zien. Heus. Nou zeg, die heeft de kous op zijn kop. Nou. Hier jongens, dat is voor jullie. Oh, dankjewel. Dankjewel. Heerlijk zeg. Lekker. Van mij mag je iedere dag komen. Wat wil je, liefie? 1 ticketschip voor 5 cent. Alsjeblieft. Dag, juffrouw. Dag, kindje. Goedemorgen, moeder Beth. Morgen, tante Piet. Ik wou je even spreken. Ja? En dan even mee naar binnen. Ga zitten, tante Piet. Dankjewel. Moeder Beth, dat is voor jou. Voor mij? Ja. Wat? Oh, tante Piet. Wat een heerlijke tulband. Nou ja, ik dacht zo bij mijn eigen. Als je jongen morgen thuis komt, heb je wat in huis. Ik weet toch, je bent niet zo goed bij kaars. Ja. Tante Piet, zou u me geen 10 gulden kunnen lenen? 10 gulden? Nou, beetje, dat is heel wat. Nou, Dries krijgt wel gauw werk. En dan betaal ik je alles tot de laatste cent terug. Tja, als je niet alles met Greet opmaakt. Met die meid. Die meid? Ja, natuurlijk, die meid. Als jij van haar wist wat ik van haar weet. Wat zeg je? Niet meer eerbaar? Dat moet ik mijn jongen vertellen. Tja, dat moet je sabiet doen, Bet. Ik had het van Greet ook niet gedacht. Hier, heb je een tientje, Betje? Ik dank u, tante Piet. Nou, goeiedag hoor. Dag, tante Piet. Hou je maar goed. Yeah.
maar. Waar is Jans? Weet ik dat? Ik ben blij dat je weer hier bent. Ik ben blij dat je weer hier bent. Welkom jongens. Ah, dat heb ik. Dat heb ik. En jou Dries? Veel geluk in de burgermaatschappij hoor jongen. Dankjewel, tante Piet. Leef tante Piet. Het is mijn eigen vrouw. Maar het is toch een valse bliksem. Nou Dries, ben je blij dat je weer bij je greep bent? Nou dan, de waarheid spelen. Kijk hem maar. Hij heeft het maar altijd te pakken van zijn greep, niet? Nee. Twee jaar was ik op zee en die meid kon me niet opdagen. Jongens, wij waren in dienst altijd goede kameraden. We zullen in de burgermaatschappij ook blijven. Af, wat? Af, af. Ja. Goed idee. Nee. Mooi. Nou gaan we naar de oude. Tot kijk. De jongen zal wel verstandiger geworden zijn. Probeer het met goede woorden. Ja. Alleen dit wil ik je zeggen. Als je zoon zich netjes gedraagt en niet meer gaat boemelen, dan kan hij in huis blijven. Anders niet. Dan maak je niet driftig. En zeg hem kalm je mening. De moeder. De jongen. Vader. Zo. Al te stevig sta jij niet op je benen. De beweging van het schip zit me nog een beetje in mijn benen, vader. Ja, dat zal wel. Maar die grapjes moeten nu uit zijn. Mijn zaken gaan bitter slecht. Vanaf dit ogenblik moet jij op eigen benen staan. Maar steviger dan nu. Uitstekend, commandant. Vader. Ja, jongen. Wat ben ik blij dat je weer thuis bent. En ik. Ja. Kom eens even bij me zitten. Oeh. Kijk eens. Kijk eens wat ik voor je heb. Hè? Wat een prachtpijp. Daar moet ik eerst een fijne pakket voor geven. Nou ga ik een baan zoeken, moeder. En dan ga ik met Greet trouwen. En dan kom jij bij ons inwonen. Dries, je weet hoe goed je moeder het met je meent, niet? Ik heb informaties naar Greet gedaan. Wat heb je? Weet je dat ze jou niet trouw is? Dat is gelogen! Er valt niks op Greet te zeggen. Dat heb ik met centjes bij elkaar gespaard. Het is jouw schuld. Wat heb ik nou aan de hand? Moet je mijn hebben? Achter is natuurlijk weer gekletst. Ze zeggen dat je me bedriegt. Ik? Oh, doe toch niet zo schijnheilig. Dat is gemeen. Als je niet de moeder van Dries was, dan had ik je lang wat anders verteld. Oh, altijd dat eeuwige geklets. Hé. Hey. Wat moet dat nou? Moet ik me dan laten beledigen? Dat oude mens, dat meent het zo kwaad niet. Een flinke vent neemt het voor zijn meisje op. Heb ik dat dan niet gedaan? Toen die rode smetje lastig viel? Heb ik hem toen niet half lam geslagen? Nou ja, dat had toch elke vreemde jongen voor me gedaan. Laat ze maar kletsen.
Je bent en je blijft toch een echte fijne meid. Dag Manus. Waarom had je de deur op slot? Ik ben altijd zo bang als ik alleen thuis ben. Ja. Waarom was je vanmiddag niet bij tante Piet? Ik had zoveel te doen. Fijn ziet het er hier uit. Komt allemaal van de strijkerij. Mooie portretjes zijn er. Allemaal filmlievelingen van me. Wie is dat? Navarro. Ook niet meer zo jong. Nou, zijn we nog niet behoorlijk goeiedag zetten. Dag Manus. Is dat alles? Nou, is nog niet genoeg. Het nieuwe lied, dat kost maar 5 spieken. Ik hou veel van een verzetje, als dat komt op zijn tijd. Nou, ik vraag je mens, wat let je, zeg maar wat je verblijft. Ach, ik wil bij je torgel gaan dansen. Als het orgel gaat spelen, kan niets haar meer schelen. Van kop tot teen staat ze in gloed. Draai je anders, dan ga je gauw naar de haaien, eer je het weet. Draai je, laat je maar spaaien, om eens te zwaaien, weg is je leed. Want de wereld is rond en dat stemt me tevreden. En hij draait, daarom draaien we allemaal met de zwitte draai. Nou, daar is het gezag. Ga mee. Maar 3 spie. Draai je anders, dan ga je gauw naar de haaien, eer je het weet. Draai je, laat je maar paaien, om eens te zwaaien, weg is je leed. Want de wereld is rond en dat stemt me tevreden. En hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, zwenken en zwaaien. En je vergeet je zorg en je leed. Hey. Dames en heren, alsjeblieft. Ga maar mee. Ga maar mee. Ja, maar meneer. Ja, ga mee. Het nieuwe lied, dat kost maar 5 spie. Draai je anders, dan ga je gauw naar de haaien, eer je het weet. Want de wereld is rond en dat stemt met de vreemd. En hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Thank you.
Moeten jullie even luisteren? Nou. Heeft hij afgeschreven? Dat voetje papier had je me gestuurd. Daar ik niet van plan ben om mijn hele leven... leven met een F gedorie. Nee, wacht even. Tegen een scheel oog aan te kijken. Kijk ik scheel? Nee, je kijkt alleen een beetje over het stuurboord. Je hoeft huh? Alleen een beetje. Nee, wacht even. Zo neem ik de pen op om je af te schrijven. Oh. Nou, man. Nou, schelen, treur maar niet. Je kan de mijne krijgen. Dat zegt hij me nou. Schelen? Ja. Had je me vroeger moeten zien. We waren nooit verliefd, jongen. Daar weet ik van mee te praten. Ach. Ach. Vroeger. Heel Den Haag heeft aan mijn voeten gelegen. Zodra ik 16 jaar werd, de moeder me gezegd: mijn kind moet trouwen, de mannen niet, de kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek, alleen hun tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan de lijf. Hoe meer ik het bekijk, mijn moeder heeft voluit, ik ben nooit verliefd. Maar dan ben je verloren, je zijn erin. Dat allebei je ophoren, ben nooit verliefd. Jongen, wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Mijn moeder zei, je man houdt eerst de meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolade. Ze zegt op al het jaar, ze voelt zich veilig en vertrouwd. Wanneer ze een 50 centimeter van de lijf af had. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder heeft gelijk, ben ik verliefd. Maar dan ben je verloren, je zijn erin. Dat allebei je ophoren. Nou, je hebt hem weer aardig om, hoor. Wat drink je voor een schuit? Wat is er nou weer? Mijn vader zijn zaak is totaal op de fles. Ik moet werk zoeken. Och, joh, het komt best wel voor elkaar. De waarheid schelen. Ja, reken maar. Proost, jongens. Op onze toekomst. Ga je maar daar, hoor. Hé, vader, hoe zit dat? Zou je eens een mopje spelen? Rood om te piet. Zeg, Greet, zullen we dansen? Zeg eens, vader, dat moet je mij eerst vragen. Ik wil toch niet met jou dansen? Doe me nou een plezier en ga dan weer zitten. Je hebt geen al lang genoeg lastig gevallen. Maar lauw kans, vader. Als ik maar gewild had. Dus jij bent die schoft die die praatjes over Greet rondstuurt. Leendert. Zeg eens, maat, dat moet je mijn flikken. Gaat het jou maar dan? Dan zal ik je een doffer geven dat je in het binnengasthuis terechtkomt. Ben jij die Barret? Die Barret! Heeft een mes! Vecht een mes!
Nou. Kalm nou, jongen. Kalm. Ik ben er nog niet. Wat is hier gebeurd? Dries heeft me zo ongestoken. Dries, ja. Agent. Heb ik niet begrepen, dat is gelogen. Nee, dat was teken. Het was een eigen mes. De waarheid is geleden. Dat is waar, ja. Het was een eigen mes. Ja. Hier is het. Zullen we op een rover uitmaken? Kom niet meer mee. Dries. Dries, waarom heb je ermee bemoeid? Maak je toch niet ongerust. Er is nog geen man overboord. En ik kom dadelijk alweer terug. Kom nou maar mee. Je bent de laatste tijd weer aardig op stap geweest, zeg. Ja, ik ben uit geweest met een fijne meneer. Prachtig diner gehad. 4 gangen en een nadessert. Gangen? Wat zijn dat? Nou, je krijgt ieder ogenblik wat anders, hè. Eerst soep. En dan vis. En dan een vogeltje. En een stukje vlees. En helemaal geen aardappelen? Bij mal mij, dat is niet deftig. Wat gemeen! Tante Piet wil getuigen omkopen tegen Dries. Wat? Laat ze liever blij zijn dat Leen dat weer gezond is. Ja, maar wat moet ik nou doen? Als ik geld had, zou ik een advocaat nemen. Maar... Nou, kom nou. Hou je nou maar kalm. Ik zou vanavond met een vriend praten. Ik heb met me afgesproken vanavond, dit cabaret. Oom Gerrit. Sinds die vechtpartij heb ik hier helemaal geen leven meer. Het is maar te hopen dat Dries geen straf krijgt voor die vent daarboven. Kom maar binnen, Jans. Ik ben zo klaar. Goedenavond, Geert. Wat moet jij hier doen? Hoe durf je nog hier te komen, terwijl Dries door jouw toedoen in de gevangenis zit? Het was toch mijn schuld, niet? Wat wil je eigenlijk? Toch, Greet, laat alles goed tussen ons zijn. Man, wat mankeert je? Zonder jou is alles maar verschillig. Nou, dat is alleen eens dat durf je, hè? Vooruit! Laat dat je wegkomt. Zo'n brutaliteit. Ja, van die kan je alles verwachten. Jans, ja. Je moet niet kwaad op me zijn, maar... Ik kan niet met je meegaan. Nou, mooi is dat. Dat ik alles zo prachtig in orde heb gemaakt. Die vriend van, die brengt er kennis mee. Die is advocaat. Heus. Ik zoek me een aap. Ik loop mijn hakken scheef, maar werk vinden wel maar. En jij? Ik ook niet. En als Dries eruit komt, vindt hij ook niks. Ja. Als die eruit komt? Nee, dat zou niet slecht zijn. Hij heeft zeker uit noodweer gehandeld. Maar er is een absoluut geval van zelfverdediging. Ik krijg hem bepaald vrij. Zie je wel, wat heb ik je gezegd? Thank you.
tenminste deze dans uitdansen? Ach, neemt u me niet kwalijk. Maar het is me onmogelijk om te dansen terwijl Dries in de gevangenis is. Goedenacht, juffrouw Greet. Tot ziens. Wil ik plaats met 120. Wat is er toch, jongen? Ach, moeder, ik kan niet meer. Ja, maar jongen, zeg maar dan tenminste wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is? Mij heeft ze weggejaagd en met andere kerels gaat ze dansen. Ach, laat die mij toch lopen. Jij kunt aan elke vinger wel 10 andere krijgen. Hé, meneer. Huh? Opstaan. Uw vat is klaar. Vanaf vandaag neem ik de kassa. Krijg je tenminste eens een behoorlijk ontbijt. Hij neemt de kassa. Er is toch niks meer te verdienen? Nee, natuurlijk niet. Door de concurrentie uit het buitenland. Heb je die kerel gehoord die ons liedje gezongen heeft? Onze slager. Mijn slager. Oh, heb ik daar niet mee gewerkt? Ja, jij hebt meegewerkt en ik heb hem gecomponeerd. Oh ja? Ja. We moeten wat nieuws brengen, anders halen we het niet. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. En daarom heb ik al wat nieuws gemaakt. Jij? Ja, ik heb wat nieuws gemaakt. Laat eens horen. Ja, dan zal ik het je eerst laten horen. En dan maken we generale reprise. Denk je erom? Moet je horen. La 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 la. Draaien, laat je maar vaaien, anders dan ga je. La 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 la. Dan stouwen. Stouwen, hoor. Ja, jij maakt mij ook in de war. Oh ja? Ja, natuurlijk. Heb je geen oren aan je hoofd en stouwen? Ik heb zeker oren aan. Oh ja, dan moet je toch eens zien. Ik ben met het nieuwe begonnen. Waarom zou je net horen? Hè? Moet je maar eens horen. Nou goed, dan ben ik la 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 la. Draaien, laat je maar vaaien. La 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 la. Is toch een oude? Is er niet een oude? Ja, dat is jouw schuld. Oh nee, dat is niet mijn schuld. Oh ja, dan gaan wij naar Tante Piet en die zal het dan op tafel. Harry naar Tante Piet, wat moet ik bij Tante Piet? Ik ga niet met Tante Piet. Tante Piet, wil je me niet nog een weekje uitstel geven? Als Dries vrij is en werk heeft, betaal ik jou het eerst terug. Oh, dat heeft toch geen haast, moederbeetje? Ik hoop maar dat je jongen gauw vrijkomt. Ik vind toch ook moeder. Mijn hart breekt me als ik hoor dat die meid, waarvoor jouw zoon in de gevangenis zit, iedere avond gaat dansen. Is het waar? Gaat ze dansen? Ja, gisteren hebben we het toch zelf in een cabaret gezien. Weet je wat je doen moet, Betje? Je moet je zoon zijn ogen openen. Ach, Tante Piet, ik kan het hem niet zeggen. Maar gelooft hij toch niet meer. Kan jij het hem niet zeggen? Ik? Nee. Dan denk je nog dat ik het doe omdat mijn jongen Greet achterna loopt.
Wat moeten we nou doen? Ga zitten. Jullie komen als geroepen. Willen jullie Bert en Dries een plezier doen? Ja, natuurlijk. Ah, voor Dries gaan we toch door het vuur. Goed. Iedere avond gaat ze met andere heren uit. Daar had ik nooit van geweest gedacht. Het is niet te geloven. Ik heb het toch met mijn eigen ogen gezien. Ah. Heb jij het gezien? Ja, natuurlijk. Ik was zelf in het cabaret. Ja. Ach. Daar zat ze, ze haalde er een fijne meneer aan. Ja. Ja. Toen ging ze weg. Ja. Ik achterna. Ja. En toen zag ik dat ze met diezelfde meneer in een auto stapte. Ja. Heb jij dat gezien? Met mijn eigen ogen. Nee? Moederbedje? Ja. Nou. Die Greet, het is niet te geloven. Ja, ja. De vrouwen, daar kan je nooit hoogte van krijgen. De vrouwen? De mannen? Omdat jullie zo lekker zijn. Lieve Dries, ik zie met blijdschap de dag tegemoet dat je weer vrij zult zijn. Ik heb voor alle zekerheid een advocaat voor je genomen. Er is bezoek voor je. Jullie zijn het? Ja, Dries. Ja, Dries. Ga zitten, jongen. Ga zitten. Beste Dries, we zijn gekomen. Om je nou bepaald geen prettige boodschap te brengen. Oom Gert, ik moet wat vertellen. Kom, Dries. Kop omhoog, jongen. Alles is nog niet verloren. Kom, jongen. Ik vind wel een andere meisje voor je. Waarachtig. Heb je dat gehoord? Ze willen alleen Dries van Greet aftroggelen. En dat doet mop en nadruppel. Ach, die doen het in hun domheid. Maar Dries zal ze geloven. Dag, hé. Dag. Jan. Hey, jongens. Hallo. 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 Nee. Doe niet zo dik, meneer de baron. Kijk maar niet naar me, ik ben je toch te schuil. Ja, maar het staat je goed. Vind je toch een aardige knul, hoor. Dit is dan toch Greet. Je kijkt zo treurig. Geen lettertje heb ik van Dries ontvangen. Zelfs geen antwoord op mijn twee laatste brieven. En toen ik hem wou bezoeken, ben ik niet toegelaten. Dat is geen zuivere koffie, Greet. Maar dat zeg ik je, als je me nog een keer een blauwtje laat lopen, dan zal je me leren kennen, hoor. Ja. Ja. Nou, morgen kom ik beslist. Hoor, mama. Ja? Ja. Nou, Greet, maak je maar geen zorgen. We spreken Dries morgen vrij. Dat ze die Dries hebben vrijgesproken. Helemaal niet. Het is toch zeker je zoon zijn eigen schuld? Die Dries die krijg ik nog wel. Zeker door je gekonkel over Greet.
Wat voor gekonkel? Doortje heeft toch gehoord hoe je de mop en haar druppel hebt voorgelogen? Voorgelogen? Wat voorgelogen? Maar ik zal ervoor zorgen dat er iets de waarheid te weten komt. Als jij het hart hebt dat te doen, gaat zij op staande voet de deur uit. Reken dan op. Kom, Geet. Wees nog maar niet verdrietig. Wij zoeken de dolle op en we zullen eens ernstig met hem praten. Nou ja, dan komen we weer voor elkaar, hoor. Zeg, zus. Waar is Jans? Die is er net gehaald door een fijne meneer. Ze gingen samen naar het cabaret. Wat? Daar moet ik haar nog kaart van hebben. Ja, maar eerst gaan we naar Dries. Ik begrijp Dries niet meer. Ik heb hem toch niks gedaan? Hoe heeft Greet me zoiets aan kunnen doen? Accuseer toch niet over die meid. Je kunt er toch aan elke vinger 10 krijgen. Dries thuis? Ja. Ik ben bij Dries. Hij is boven. Oh, net lekker. Gaan we even naar boven hoor. Ja, Dries. Dag jongens. Ah, jongetje. Ja, Dries, wat is dat eigenlijk met Greet? Ja. Die meid die zit tranen met uit te houden. Jullie weten het niet? Wat? De hele buurt spreekt erover. En jullie, mijn beste vrienden, zeggen me niks. Pardon. Wij weten van niks. Jullie weten niet dat ze met andere kerels elke avond uitgaat? Ah. Ze hebben er gezien. Ach, wat gezien. Ze hebben naar een fijne meneer naar huis zien gaan. Dat is niet waar. Ze hebben het toch gezien. Ze hebben het toch gezien met hem naar binnen toe gaan. Dat is gelogen. En jij gelooft dat. Ja, ik geloof dat. Dat is gemeen van je. Hey, stil nou, jongens. Want dat door een vrouw onze oude vriend zou kapot gaan, was dat nou? Wat alle vrouwen naar die verlopen. De mijne zit ook met een of andere meneer in het cabaret. Maar wacht even. Nou ga ik met haar afrekenen. Ja. Afrekenen. Kijk even, daar zit ze. Waar? Daar aan de overkant. Ja, waarachtig. Zeg, vader, hij geen sigaar, hè? Piccolo! Oh, wacht even. Het is hem te min. Zeg, jongen, aan je kar alleen? Ja, meneer. Ja? Je hebt nog een heel kiesje. Ik dacht er was er maar één. Wat kost me dat? Eén dubbeltje, meneer. Een dubbeltje? Ja, meneer. Kan niet van 7,5 cent. Nee? Nee, meneer. Nou, hier. Allemaal 11 af. Dames en heren, men heeft mij verzocht hier in het cabaret... ...een van mijn liedjes te komen voordragen.
En ik heb daarvoor gekozen dat bekende liedje, een van mijn laatste Amsterdamse Jordaanwerkjes, opus 742, getiteld Hengelen, een hengelwedstrijd in de omstreken van Mokum. Ik zou graag willen dat u allen het refrein vrolijk meezong. Ergens in een negerijtje in de buurt van Amsterdam was een ongewone actie te bespeuren. Want de visclub Aas en Vriendschap, zetelend in de Jordaan, zou een grote hengelwedstrijd doen gebeuren. Stoere huisvaders met hangsnorren, in oud-Chinese stijl, dikke ankerkettens opgevulde buiken, stonden loerend aan de wallenkant met hengels in de hand, tussen stillevens van tonnetjes en kruiken. De dobbers deinden in het riet, en 13-stemmig klonk hun lied. Hengelen, 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 aan de waterkant. Hengelen, 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 tussen het boerenland. Vroeg in de velen, vroeg uit je kooi, het zonnetje schijnt en de lucht ruikt naar hooi. Hengelen, 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 hengelen is zo mooi. Loentse Nelis had zijn deeg bereid naar een geheim recept. In zijn wang, opdat geen mens eraan zou komen. Iedere keer dat hij een deegje aan zijn haakje wilde doen, werd die aasbal even uit de safe genomen. In de hitte van de wedstrijd slikte hij die deegbal in. Maar beneveld door diverse oude klaren, stond hij woedend te beweren, die was uit zijn wang gejat, waar er zakkenrollers in het gezelschap waren. En spoedig lagen tussen het kroos, 6 leden zwaar bewusteloos. Doen we mee? Engelen, engelen. Je hebt je netjes gedragen, terwijl ik in voorarrest zat. Wat heb ik nou gedaan? Was je in het cabaret, ja of nee? Jazeker, maar ik... Dus dat geef je toch toe? Ja, maar ik wou alleen maar... Wat je ervan hoef je me niet te vertellen. Dat weet ik nu wel. Je bent geen haar beter dan Jans. Thank you.
Heeft meneer behaagd? Lies? Ja, is die meneer waar ik mee zat? Die is er vandoor. Gemeen. Nou, Jans. Kom jongens, ga mee zitten. Ja. Daar zitten we nou. Geen werk. Geen geld. En onze meisjes bedriegen ons. Was toch wel erg fijn in dienst. Nou en of. Jij was minstens nou al korporaal geweest. Jullie zullen het misschien erg gek vinden, maar ik teken voor het Indische leger. Meen je dat? Ik heb hier toch niets meer te verliezen. Eigenlijk heb je gelijk. Ik heb hier ook niks meer te doen. En ik dan? Dat jullie mij hier soms alleen achterlaten? Zeg, Mop. Ja? Het is toch jammer dat die Dries voor zo'n vrouw naar Indië moet, hè? Ach, laat me met rust. Anders teken ik ook voor het Indische leger. Waarom nou? Ik heb jou toch nooit bedrogen? Dat zou je moeilijk vallen. Nou... Wat is nou? Ik hou toch van jou. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch wil ik van geen ander
beter, omdat ik zoveel van je hou. Al ben je ook een beetje vreemd van ras, toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van je hou. Wat verdriet, mooi ben je niet, vooral wanneer je kijkt. Al ben ik geen plaat, schoonheid vergaat, maar weet de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan wennen. Al draag je ook geen kleren van satijn, en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je hou. Vanavond is er een groot afscheidsfeest van Dries en zijn vrienden bij tante Piet. Ja, daar ga ik beslist naartoe. Jans, ik moet vandaag beslist nog Dries spreken. En ik heb het Manus nog wat af te rekenen. Net over mijn Robinson schoenen. Mijn mooie nieuwe Robinson schoenen. Nou, vuist hoor. Ga je hoor. Boos. Nou, stuur me een kaartje aan Indië. Jij draadloos, doe jij kijk. Deze volgende dag. Dag niet. Als ik niet naar Indië zou gaan, dan zou jij een kansje bij me hebben. Ben ik nou weer echt Dries? Is er daarom zo nodig hier naartoe? Kan hem nou! Durf jij nog tegen me te praten? Als je wat tegen me hebt, dan moet je het zeggen. Dan kan ik me verantwoorden. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Niks wil hij meer van me weten. Bedrogen heb ik hem. Jullie kennen me toch allemaal. Jullie weten toch dat het niet waar is? Het is ook niet waar. Het is een complot van tante Piet. Ze heeft Moppen naar Druppel voorgelogen. En ze naar Dries gestuurd om me die gemene leugen over te vertellen. Dat is niet waar. Dat ligt ze niet met. Is dat waar, Doortje? Het is niet waar, ze ligt. En dan gooi je hem op staande voeten de deur uit. Het is waar. Oom Gerrit, ik heb het u toch direct gezegd. Doortje spreekt de waarheid. Gij. Dries. Nou, doe je wat niet huilen, man. Als je huilt, dan ben je helemaal een stakker. Lach toch een beetje schelen, hè? Ik begrijp niet dat er mensen zijn die treuren. Dat zal mij vast heus nooit gebeuren. Als het scheef gaat, moet je niet liggen te zeuren. Niet zaggerijne man, daar heb je vast niks aan. Want heus, daar krijg je dikke benen van. Niet zo raar, reken maar. Alles komt weer voor mekaar. Als je gaat, ben je stakker. Ga dan even voor de spiegel staan. En daarin, zonder te bakken. Want je kijkt je malle passie aan. Mensen schreeuwen. Dan van je eigen, je
Breng je een aapje voor me mee? Hè? Oh. Ben ik nou weer jouw eigen fijne meisje? Dries, ik blijf op je wachten. Die 6 jaar gaan ook wel voorbij. Er is toch niks van me terecht gekomen, moeder. Kom, moeder. Flink wezen. Die 6 jaar die zitten er zo op. Geen zorg goed voor moeder. Reken op mij, joh. Ik blijf op jou wachten. Hij maakt daar een jouwtje. Dat is. Dag, Jan. Dag, moeder. Dag, Greet. Nou. Dag, Maart. Maris. Maris. Breng je mijn aap hier mee? Rijk hem maar, hoor. De kaptein staat al op de brug.
dag moeder, ouwe, ik schrijf je gauw. Als jij mijn portretje beziet, dan moet je niet huilen, het is beter zo. Je zijt toch, ik deug de heren niet. En als ik repeer in het warme land, voorgoed op de vlakte verdwijnt. Mijn laatste gedachte, mijn laatste woord, zal voor jou oude staken zijn. Nou, dan ben je dat, ik roep je mijn mooi Amsterdam, de kapijn staat al op de brug. Geef me nog een vroeg, want op aan de hand, want daar ben ik om over 6 jaar gebleven. Drink toch niet zo veel. Je gaat er nog kapot aan. Laat me toch. Laten we liever een kaartje maken. Dries is er toch niet? Nou ja, dat is waar. Die is zeker weer bij Sarina, niet? Sarina, je spreekt een aardig mondje voor ons. Ik geleerd dat al heel goed Hollands spreken, ja? Zeg dan eens wat liefs. Jij bent mijn lieve Twan Blanda. Ik niet geloof je van mij houdt. Ik geloof. Je houdt van blonde Njonja in Holland. Je bent niet dom. Kleine Sarina. En de flanken worden weggeschaard. Als je onder druk wilt snikken en je hoofd zo branderig wordt. Als je al je lievelingen
spreiend aan de kade zie. Hoe je voor het eerst hoeveel je in je landje achter. Ik boven grijs en bruin en de lijnen dan vervaken aan het mooie blonde duin. Als je turend in de verte moeders trouwe ogen ziet, voel je eindelijk heerlijk uit. Wat in Holland Jansen en de Vries, uitreden. Jansen, de Vries. Wegens de moed en het beleid door jullie betoond, zijn jullie door de legercommandant met ingang van heden bevorderd tot sergeant. Ik wens jullie geluk met deze promotie. Ik stel jullie hierbij voor de nieuw benoemde sergeanten Jansen en de Vries. En ik hoop dat ze altijd een voorbeeld voor jullie mogen zijn. Dat ze leven. Hiep, hiep. Hoera! 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 Jammer dat de blauwe dat niet meer beleefd heeft. Goedemorgen. 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 Die zie je in de eerste half uur niet meer terug. Reuze wagen heeft die, zeg. Ja, geweldig. Johnny, hou je maan eens even vast. Alsjeblieft, mevrouw. Zo, dank je. Jongens! Ja, Jan! Hoe is het ermee? Hier, goed. Oh, ja, dat kon je meegevallen. Nee, zeg, wat zie je er weer chic uit. Ah, dat pak je niet? Goed, hè? De fijne wagen heb jij, Jans. Ja, mijn nieuwe studiebeker. Waar is Greef? Binnen. Greefje! We zien jou weer. Hoe is het ermee, meid? Zeg, hoor eens. Nou? Ik kan vertellen. Dries is bevorderd. Is het prachtig? En dan ga ik naar India en trouwens met de handschoen. Oh, fijn, hè?
Nou, Manus wil ook trouwen nadat hij bevorderd is. Gaan we samen? Nee, ik trouw pas met Manus als die generaal geworden is. In naam van Dries Jansen, momenteel sergeant in het Indische koloniale leger? Ja, meneer. Alleen ja? Alleen ja. Wilt u als zodanig mevrouw Greet Dekkers aannemen als uw echtgenote? En wilt u getrouwelijk al de plichten vervullen welke de huwelijkse staat u oplegt? Ja. Mevrouw Greet Dekkers. Wilt u Dries Jansen, momenteel sergeant in het Indische koloniale leger, aannemen tot uw echtgenoot? Ja. En wilt u getrouwelijk al de plichten vervullen welke de huwelijkse staat u oplegt? Ja. Dan verklaar ik hiermede in naam der wet u in de echt verbonden. Hij is voor de bakker. Je hebt een goede, lieve vrouw. Spelen en je hebt een fijn aapje. God zegen je, Greet. Heb ik even pech of niet? Waarom? Dat ik geen 25 jaar jonger ben. Greet. Nou, gefeliciteerd voor mij. En al vele jaren. Gefeliciteerd hoor. Hallo Dries. Hartelijk gefeliciteerd. Het naam van heel Amsterdam.